Hoe kom je er eigenlijk achter of je een SOA hebt? En hoe je deze bent opgelopen? En als je er dan een hebt, hoe kom je er weer vanaf? In deze video ga ik onderzoeken hoe je een SOA kan herkennen, krijgen, voorkomen en vooral hoe je er dus weer vanaf komt. Ook ga ik praten met een professional van het Centrum Seksuele Gezondheid van de GGD Amsterdam, die hier alles over weet. En ik ga kijken of jullie ook ervaring hebben met SOA's, dus ik ben heel benieuwd. Weet je wat een SOA is? Ja, ik weet wat een SOA is, ja, een seksueel overdraagbare aandoening. Heb je wel eens een SOA gehad? Nee, ik heb nog nooit een SOA gehad. Ik heb wel eens een SOA gehad, ja. Welke SOA was dat? Chlamydia. Ik heb nooit een SOA gehad, nee. Ja, heel lang geleden wel, ja. Ja. Oké. En hoe kwam je erachter dat je er een had? Mijn vriendin werd destijds gebeld dat zij eens een SOA-test moest doen. En toen had zij direct een voor mij ingepland. Ik heb vandaag ontzettend veel gehoord op straat over SOA's. Maar ik weet eigenlijk helemaal niet zo goed wat nou klopt en wat niet. Vandaag ben ik bij het jongereninformatiepunt in Amsterdam-West, waar een van de wijkpolies van het Centrum Seksuele Gezondheid van de GGD Amsterdam is. Hier spreek ik Justin. Hij is verpleegkundige en weet ontzettend veel over SOA's. Dus let's go! Justin, jij bent verpleegkundige en weet dus alles over SOA's. Maar wat is een SOA eigenlijk? Nou, een SOA staat voor seksueel overdraagbare aandoening. En hoe kom je dan aan een SOA? Nou, een SOA kun je oplopen door het hebben van onbeschermde seks, dat wil zeggen wanneer je seks hebt met iemand en daarbij geen condoom gebruikt. En toen heb je je laten testen? Ja. Bij de GGD? Ja, dat klopt, ja. En hoe ging dat? Nou, het was wel makkelijk, snel om te doen. Eentje was bij de huisarts en ja, die kende ik gewoon goed, dus het was gewoon heel prettig. Ja, vrij makkelijk, gewoon plassen in een buisje. En toen kwam er achter dat je er een had? Ja, helaas wel. Dat is wel balen. Ja, precies. Nou, als je dus een SOA denkt te hebben, dan doe je een SOA-test. En hoe gaat dan zo'n test? Nou, het eerste wat je doet is, je maakt een afspraak bij ons. Dat kan via onze website. Dat gaat heel makkelijk. Nou, dan gaan een aantal vragen aan je stellen. En dan willen we samen met jou dan uitzoeken wat bij jou past. Wat voor vragen zijn dat dan? Nou, dat zijn persoonlijke vragen, hele persoonlijke vragen. Ze willen natuurlijk weten wat je naam is, hoe oud je bent. Dus heb je seks gehad met mannen, met vrouwen, met hoe verschillende personen. We willen ook weten wat voor seks je hebt gehad. Heb je seks gehad in de vagina, in de kont, in de mond? Dus aan de hand van die vragen kunnen we uitzoeken hoe we ze goed mogelijk kunnen helpen. Nou, het zijn dus best wel persoonlijke vragen. En is het wel anoniem? Ja, zo het is bij de GGD Amsterdam is 100% anoniem. Dus dat wil zeggen dat je huisarts, je ouders, maar ook je zorgverzekeraar niet weet dat je bij ons op langs bent geweest. En wat heb je gedaan toen je zo had? Ja, toen heb ik antibiotica gekregen. Toen was ik weer vrij. Precies. Ja. Toen moest ik eigenlijk direct een tabletje slikken. Mm-hmm. En een week wachten. En toen was het eigenlijk over. En stel, het blijkt dan dat je dus een SOA hebt. Kom je er dan makkelijk weer van af? Nou, in de meeste gevallen komen we er gelukkig makkelijk vanaf. We hebben daar pillen voor, soms is een prik nodig en dan ben je eigenlijk altijd met 7 dagen vanaf. Helaas zijn er ook SOA's waar je niet zo makkelijk vanaf komt en sommige SOA's kom je helemaal niet meer vanaf. Die SOA's kunnen we wel behandelen, maar de SOA is dan als het ware in slaap. Dus de SOA gaat niet weg, maar is niet bezig, niet actief. Dus daar kan jou en even de sekspartners dan nog geen kwaad meer doen. Wat doe je nu om het in het vervolg te voorkomen? Nou, ik doe het sowieso altijd met een condoom. Nou, ik gebruik nu wel een condoom. Je had geen SOA? Nee. En wat zou je doen als er wel iets uit was gekomen? Ja, dan zou ik meteen daar iets aan doen wat er wordt voorgeschreven. En is de test ook altijd gratis? Een SOA-test via de GGD Amsterdam is altijd gratis. Ik heb vandaag superveel geleerd over SOA's. Het belangrijkste is, heb veilige seks. Zo voorkom je SOA's en hoef je er ook niet weer vanaf te komen. Heb je nou toch onveilige seks gehad en ben je bang dat je misschien een SOA hebt opgelopen? Dan kun je altijd terecht bij een van de wijkpolies van de GGD voor een gratis SOA-test of voor al je vragen over SOA's. Kijk voor meer informatie of voor het maken van een afspraak op onze website. En dan zie ik je graag de volgende keer weer. Doei!